Ik ga eens even rijden met René Steenvoorde, CIO van de Rabobank. En hij rijdt graag in een Tesla. Over de laatste innovaties en de moeilijkheden die hij daarbij heeft. Hij heeft 650 miljoen euro budget voor de hele groep. En dat is ongeveer 15% van de totale kosten van de Rabobank. Dus kijken hoe goed hij kan interviewen en praten tegelijkertijd. Het grootste hoofdkantoor van Nederland, 100.000 vierkante meters en heel soepel en modern ingericht. René, CIO van de Rabobank, ken ik al vele jaren, want hij is altijd bezig met innovatieve zaken en nu dus ook bij de Rabobank. En daarvoor, wat zit je daarvoor? Ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt, Procter & Gamble, McKinsey en Ascent. Ja. En Ascent, ja. Je hebt de splitsing nog gedaan. Ja, en, ja, wij zouden gaan fuseren met Nuon, dat was heel erg spannend. Ja. Nou, dat ging niet door. Toen met de splitsing, ja, dat is goed gelukt. En daarna was de uitdaging voor mij een beetje eraf en toen ben ik naar de bank gegaan. Ja. Nou, hier zijn we op het centrale plein van de Rabobank in Utrecht. Je kan hier heel goed het nieuwe werken zien, dus mensen kiezen zelf waar ze gaan samenzitten. En dat is belangrijk, want teams zijn steeds meer samengesteld. Ontwerpers, marketeers, programmeurs zitten samen aan een thema te werken. Kijken dus ook hoe succesvol dat is bij de klanten, feedback. Kijken hoe stabiel die systemen zijn. En gaan werken waar het hen uitkomt. Daarom zie je het ook altijd heel druk. Het is hier altijd heel druk op het plein. Omdat het gezellig is, maar ook omdat mensen gewoon hier elkaar het beste kunnen ontmoeten. En hoe kom je nou op een gegeven moment bij CIO? Je bent in 2008, naar de meest rampzalige periode voor de banken, ben jij gewoon daar CIO geworden. Hoe kwam dat? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet door had. Oh. De dag dat ik mijn contract tekende was de dag dat Lehman omviel. Dus toen krabde ik achter mijn oren en dacht, ach, erger dan de energiesector kan het niet worden. Maar dat bleek toch erg wel heel goed mogelijk te zijn. Het kon ook nog erger. Ongelooflijk, ja. Hè? Ongelooflijk. Ja, ik hoop dat het niet aan mij ligt, Vincent. Nee. Ja, je was in ieder geval niet de reden. Je kon het probleem gaan oplossen. Ik denk van niet. Laten we niet over die negatieve dingen praten. Maar heeft die crisis ook nog geholpen om allerlei innovaties te accelereren? Want vroeger waren bijvoorbeeld betalingssystemen waren compleet niet gewaardeerd bij de bank. Ging alles maar over business en deals en miljarden. En nu is er weer waardering voor het gewone werk wat een bank doet. Ja, dat is het wel het leuke van deze tijd. Hè? Eigenlijk IT en commercie is altijd wat ik leuk heb gevonden. Dat raakvlak. Dat was 20 jaar geleden, was dat toch vooral iets waar we tegen elkaar moesten zeggen, hè, Vincent, van hoe leuk vinden wij het en hoe belangrijk zijn wij. En dat is nu helemaal geen discussie meer. Je bedoelt met ICT? Ja. ICT, ja. Elke sector is momenteel toch bezig met digitaal, met alle veranderingen. En ook in de bank zie je dus de waardering voor technologie en de rol erin erg toegenomen. Ja, we zijn hier bij het User Experience Center van de Rabobank. Hier komen klanten en medewerkers om te kijken naar onze allernieuwste producten, systemen, diensten en daar geven ze dan hun feedback op. Nou, dit is dus onze usability ruimte. Hier zitten dan de onderzoekers en de designers en de programmeurs bij elkaar. Kijken naar klanten die dan bijvoorbeeld een app uitproberen. Of praten met adviseurs hoe zij bepaalde systemen dan met elkaar gebruiken. En we gebruiken al die feedback in een heel vroeg stadium al om de apps en de websites weer aan te passen. Wat is dat voor ding? Je ziet daar een systeem staan, dat is een monitor met het eye-tracking. Dan kunnen we dus precies zien waar jij naar kijkt op het scherm. En daarmee passen we dan vervolgens onze websites en apps weer aan. Ja, maar het heeft wel lang geduurd. Want we zijn van 1 miljard fysieke bezoeken naar de bank naar 20 miljoen gegaan. 98% minder. Ja. En nog steeds waren die mensen eigenlijk niet geïnteresseerd in hoe die hele transformatie, die digitale transformatie, die banken als eerste enorm raakte. Ja. Aan alle kanten. Die werd toch weinig gewaardeerd? Ja. Geef ze gas. Oh, kijk. Oh, nou, dit is toch een klein heuveltje nu. Ja, je mag doorgaan. Ja, kijk eens. Dat kan niet tegen. Ja, dat kan niet tegen. Ja, oké, dan gaan we kijken. Ja. Hopla. Oké. Goed zo. Goed. Okay. Nou, dat werkt dus. Ik kijk altijd of mensen hun rijbewijs kwijtraken als ze hier even inrijden. En dat is inderdaad goed gelukt. Ja, dus in ieder geval die waardering is weer gewoon terug voor het normale werken. Voor geld overmaken, voor betalingssystemen, voor innovaties voor de klant. Ja. En het leuke is dat je dus ook in je bestaande producten kan je heel veel innovatie stoppen. Zo hebben wij in de bankieren-app die chatfunctie gebouwd. We zijn de enige bank die dat heeft wereldwijd. Ongelooflijk succes, hè? 12.000 chatgesprekken per dag. Het loopt nog steeds op. Mm-hmm. Waardering erg hoog. Ja, heerlijk. Maar dan kun je tenminste iemand hoef je niet te wachten op een. Ja, kun je meerdere dingen tegelijk doen. Wauw. Chat. Ja. Chat. Wow. Anno 2016. Chat. Anno 2016. Maar chat vanuit je mobiel. WhatsApp heeft gewoon, gewoon 50 miljard berichten nu per dag. Ja. En de rest van de wereld doet nog 20 miljard sms'jes per dag. En maar nu is dat de bank dus heel spannend. Ja. En dan ben je dus de meest moderne bank van Nederland. In dat opzicht. Ja. Ik moet wel zeggen, het Nederlands bankenschap landschap is heel erg
competitief. Mm-hmm. Dat maakt het ook wel heel erg leuk. Want ik vind dat mijn con-collega's ook mooie dingen doen. Ja, bijvoorbeeld ING, die doet voice recognition, hè, om je te identificeren. Ja. Hè, en, met, ja. En anderen zijn met selfies bezig en zo. Dat we echt dat we wat menselijker, ja, makkelijker, eenvoudiger kunnen maken. Hoe staan jullie daarin? Nou ja, ik vind dat dus iedereen heeft een beetje zijn eigen variant. Hè. Ook Bunk en Knap doen ook weer hele interessante dingen. Waar wij heel erg zitten is persoonlijk. Dus wij willen eigenlijk de meest dichtbij bank zijn. We zijn hier bij het social media team. Nou, het zit op de plint, dus echt volledig zichtbaar ook naar buiten en naar binnen. En de teams hier sturen zichzelf ook aan. Ze zijn heel erg bezig met wat op dat moment nodig is. Kiezen ze zelf hun eigen routes in. In Nederland, want in Nederland zijn we all finance. Hè, dus wij doen alle soorten, ja, producten, inclusief verzekeren. 7 miljoen mensen, geloof ik. Ja, ja, met klanten. En wereldwijd zijn we gespecialiseerd in food en agri. Ja. Dus in Nederland willen we vooral persoonlijk zijn. En in wereldwijd willen we vooral het helpen met het voedselvraagstuk. Ja, ongelooflijk een nuttige strategie die ik begrijp. Ja. Gewoon, ja, wat echt een nieuwe strategie, hoe heet die ook alweer? Voet en Agri. Hij heeft een mooie naam. Ik heb toen met degene, die Braziliaan. Barry Martin. Ja, die heeft toen op een gegeven moment verteld. En ik heb toen gekeken. En het was een mooie zin. Ja. Die helemaal paste bij de Rabobank. Nou, ik ben door alle techniek in de auto zo verward dat ik hem even niet ken. In mijn hoofd. Maar het is in ieder geval, zie je het terug. We hebben hele oude relaties met die boeren daar. Ja. Maar ook daar kan je weer innoveren. Dat is wel mooi. Want wholesale bankieren is nou niet heel erg innovatief van huis uit. Het is vooral relatiebankieren. Maar een gewilde boer krijgt ook ongelooflijk veel data momenteel over zich heen. Heel veel. Ja, Gronddata, als je het internet of things, of je nou over deze auto hebt, precies, of over een boer, ja, daar gebeurt het gewoon gigantisch. Zo, ja, die boeren, ja, zitten met hetzelfde probleem. Wie vertrouw ik nou? Nou, we zijn bezig met een platform, beginnen nu in Australië, waarin we die boeren helpen met al die dataproblematiek aan elkaar te pluggen. En dat doen we bijvoorbeeld alweer met Watson-technologie aan de achterkant. Zodat een boer een relatie kan gaan bouwen tussen zijn grondprijzen, weerprijzen, zijn voedselprijzen, zijn tractorenstatus, al die zaken bij elkaar. Dus zelfs een boer wordt high-tech. Nou nee, een boer is altijd al high-tech. Ja, nou, boeren hebben nog meer samen high-tech. Met Wageningen zijn er al gewoon waanzinnig snel geweest met die innovatie. Daar heb ik echt ook hele leuke professoren van de Universiteit van Wageningen voor geïnterviewd. Rudy, echt hele leuke lui. Ja. Dus ja, het zijn altijd al high-tech bedrijven geweest, terwijl ze persoonlijk helemaal niet zo high-tech zijn. Het lijkt wel een beetje op bankiers. Bankiers zijn ook niet zo high-tech, maar ze moeten wel eigenlijk. Ja, ze moeten wel. En nou ja, dat is het leuke ook wel van een rol IT-rol bij een bank. Daar is geen discussie over. Er is geen discussie over of IT belangrijk is, ja of nee. Ja, ja. Er is natuurlijk wel discussie over, god, dan moet het dan, wat kost het dan en wat krijg ik ervoor en hoe snel werkt het dan. Maar ook dat is weer bijvoorbeeld met Lean Startup, wat we nu zien, weer een veel interessantere discussie aan het worden. Omdat we veel kortcyclischer werken. Dus als je kijkt waar wij heen gaan. Je doet niet meer van die Siebel-achtige 300 miljoen of 600 miljoen euro projecten meer. Het zijn kleinere projecten. Je hebt nog steeds wel projecten, sommige projecten zoals SEPA, waar gewoon hele grote verplichte trajecten, daar kun je niet zo heel veel keuzes maken. Daar moet je wel met heel grote budgetten werken. Maar wat veel interessanter is, is dat je de klantgerichte innovaties, zoals zo'n app, maar ook onze nieuwste innovatie Groupie bijvoorbeeld, dat zijn hele kleine zelfsturende teams. Die heel kort cyclisch schakelen op basis van klantfeedback. En dat vind ik veel leuker dan die grote programma's, eerlijk gezegd. Want daar komt ook de wendbaarheid vandaan. Ja. Daar komt ook de innovatiekracht vandaan. Maar dat is een beetje aan de edge, hè? Want de core, dat zijn nog steeds van die grote projecten. Die moeten blijven werken. Die zijn ook al heel oud. Ja. En daar moet ook aan vernieuwd worden. Want je moet je aanpassen aan governance en Europa en dat soort zaken. Maar daar is niks mis mee, hè? Als je kijkt op ons betalingsverkeer. Wij draaien op mainframe en we draaien op COBOL. En we zitten daar extra op in. Ja, je begint te lachen. Maar als het gaat over elke transactie moet goed zijn. In het allerhoogste beveiligingsniveau. Het allerhoogste betrouwbaarheidsniveau. Mainframe en COBOL, mensen. Okay. Het is En badge. Ja. Maar nee, we gaan wel naar real-time. Okay. Daar zijn we wel mee bezig. Nog steeds met het mainframe? Met het mainframe gaan we naar real-time. Wow. Ja, en dat kan. Het Nederlandse betalingsverkeer is het goedkoopste en het beste betalingsverkeer in de wereld. Absoluut. En ik hoop dat mensen dat ook herkennen als ze eens een keer in het buitenland proberen iets over te maken. Het is echt, jongens, er is geen beter betalingsverkeer dan die van Nederland. En dat maakt niet uit of het nou de Rabo is of ABN AMRO of ING. Nee. ING was eigenlijk wel de grote vernieuwer eigenlijk, hè, met de postbank vroeger.
Daar kwam een stukje vernieuwing uit. Maar nu is iedereen in Nederland is het gewoon, doet het gewoon geweldig. Hoe combineer je nou... Ideal van de banken. Ja, de bank heeft Ideal gemaakt. Gratis gegeven aan de rest van de banken. Ja. En met Ideal hebben... De anderen hebben er 5 jaar over gedaan om te accepteren. Maar dat maakt niet uit. Ze zijn er wel gekomen. En daarmee houden we als Nederland bijvoorbeeld PayPal redelijk beperkt in de markt. Want de Nederlandse klant zit niet zo heel te wachten op weer een nieuw betalingssysteem. Omdat Ideal gewoon goed werkt. Gaan we nu ook weer met identificatie en authentificatie. Ja. Hè? Dat je dus met je bankpasje misschien zometeen wel bij Bol kunt inloggen en je adressen kunnen doorgeven. Die standaard hebben jullie ook met elkaar gezet. IDIN. En ook daar werken weer de banken samen. Ja. Het mooie van de Nederlandse bankensector is dat we gezegd op betalingsinfrastructuur of infrastructuur zaken, werken we niet competitief, maar werken we samen. Dat geldt ook op veiligheid. Als het gaat over security, buitengewoon belangrijk thema, mag ik ook veel in doen, werken we ook samen en gaan we met elkaar ook bijvoorbeeld verbeteringen aan als dat in het belang is van de klant. Ja. Even, toen jij daar kwam in 2008, je hebt dus projecten die heel klein zijn en agile en heel groot en grof en mainframes en allerlei dingen. Hoe manage je dat? Hoe heb je die organisatie veranderd? Nou, als je kijkt in de afgelopen 7 jaar, dan zijn we steeds meer gegaan naar multifunctionele en zelfsturende teams. Dus die organisaties die worden platter. Dat zie je in de breedte hoor, in IT tegenwoordig. Maar dat zie je bij de bank ook. We zitten heel erg in DevOps tegenwoordig. Hè. Dus maar agile met een combinatie van beheer en verandering. Ja, dit is dus onze allernieuwste innovatie. Dit is Groupie, groepsbetalingen. Komt uit onze eigen innovatiecyclus. Hebben ook gebouwd samen met startups. En wat het zijn groepsbetalingen. Dus als jij nou in een studentenhuis woont, als jij nou op skireis gaat, of met je jaarclub op stap bent, of met je familie een potje hebt, dan stop je daar geld in. En je kan je ook jou bij wie wat betaalt en je rekent ook weer af. Je hoeft geen Rabobankklant te zijn, elke rekening werkt, je maakt echt geld over en je krijgt ook echt geld weer terug. Gewoon 2-3 weken cycli. Weet je wat het is? In een betalingsverkeer ga je niet elke 3 weken iets vernieuwen. Maar het ritme van een regelmatige vernieuwing en kort cycli sturen geldt ook bij een betalingsverkeer. De principes van DevOps gelden zowel bij hele kleine projectjes als bij hele grote projectjes. Alleen het ritme, de snelheid, die verschilt. Mm-hmm. Bij onze internetwebsite gaan we 2-3 keer per dag live als het moet. Of nog veel vaker. Betalingsverkeer misschien 1 keer in de 2 maanden, maar de principes van multifunctioneel en zelfsturend zijn hetzelfde. Mag ik hier überhaupt in? Ja, je mag hier, maar niet bij die busbaan. Nee. Ja, deze, je moet hier nog een beetje zelf sturen. Dat is echt gewoon van, dat is mijn grote. Nou? Ja, die Model X, die komt eraan. Dat is, zeg maar, die is zelfsturend. En wat dat betreft is ook heel interessant. Elke keer weer als je bij een straat komt, dan ontdek je gewoon van, nou, nu kan die het wel. Hè. Deze brug, de eerste keer kent hij hem niet. Na een aantal keren wordt het gewoon slimmer en intelligenter en beter. Wat dat betreft is het wel interessant. Hoe vind je die auto-industrie? Van? Dat was vroeger toch ook niet interessant. Ja, maar nu zijn het toch alleen maar iPads op wielen? En dat is wel, denk ik, waar dus het verschil zit tussen een groot bestaande organisatie zoals de bank en een nieuwe komer rondom digitaal. Ik vergelijk Tesla met BMW. Mm-hmm. Tesla, dat is een iPad met wielen. Hè. S'nachts update je hem, kan in nieuwe zaken. En een BMW is een hele goede auto met software erop geplakt. Mm-hmm. Nou, de uitdaging voor ons als grote bedrijven is, we zijn van oudsher altijd wel technologisch georiënteerd geweest. Maar het is toch veel lastiger om 100% digitaal te werken als je nog met heel veel bestaande fysieke en bestaande systemen werkt. Ja, 100% digitaal werk je nog steeds. Alleen, jij hebt heel veel verschillende systemen uit het verleden. Ja. Want jullie zijn als eerste eigenlijk gewoon volledig digitaal geworden. He, want eigenlijk de kantoren die zijn nog een klein stukje meer van het product. Dat was vroeger het main kanaal. Nu is het nog een beetje, doe je er nog even een beetje bij. He, waarschijnlijk doe je nou met chat al veel meer bezoeken dan het aantal bezoeken aan de kantoren. Oh zeker. Ja, ons virtueel contact, zoals we het noemen, of digitaal contact is vele malen groter. Nee, maar alleen de chat. Alleen die laatste chat. Alleen wel de chat. Want, dat jullie gewoon... ik weet wel van Gert Salm, die had het erover dat elke dag op de smartphone was 5 keer zoveel als alle kantoren in 1 jaar. Ja, dus dat wordt alleen maar meer. Hè? Ja, en dan was hij niet, hij had helemaal geen gevoel voor ICT. En hij kwam toch naar zo'n CIO-meeting, waar jij op een gegeven moment, die jij organiseerde toen. Want jij was toen de voorzitter of Ik zo? Was de voorzitter van het CIO-platform. Heb je ook nog tijd voor, om gewoon het CIO-platform voor te zitten? We zijn allemaal hele bevoorrechte mensen dat we zoveel mooie dingen mogen doen. Ik vind het belangrijk dat je daarnaast dus ook iets teruggeeft aan de maatschappij. Mm-hmm. En dat kan onder andere met zo'n platform. Of goede doelen, dat hoort er ook bij, vind ik.
Dus dat doen we dan. Ja. En dan leer je ook alleen maar van je. Dat is alleen maar investeren. Nee, dat is waar. Als je die cross-sectorale innovatie, dat je innovaties uit andere sectoren kunt gebruiken om in je eigen bedrijf te innoveren. Ja. Jij zat wel gewoon natuurlijk aan de voorkant met al die wat er bij ASML gebeurde. Ja. Of wat er in de industrie gebeurde met manufacturing. Je zat overal, zat je dichtbij. Ja. Ja, nog steeds, want ik vind het zo'n netwerk belangrijk. Je leert het van elkaar. Het leuke van IT'ers is ook dat we eigenlijk heel veel met elkaar delen. Ja, en daar zit niet zo heel veel concurrentiegevoelige zaken in. De echte gevoelige dingen die delen we natuurlijk niet. Maar het meeste dan kunnen we gewoon met elkaar delen. Ja. 7 jaar heb je er nu gezeten. Van hoe lang blijf je er nog? Ik ga de komende maanden mijn blikken naar buiten richten. Want ik heb dat nu 7,5 jaar gedaan. Ik vind het belangrijk dat iedereen zo blijft ontwikkelen. En ik heb met de bank afgesproken dat we dat rustig aan met elkaar gaan overdragen. En je weet al de nieuwe opvolger van jou? Er komen een aantal opvolgers van, maar dat wordt binnenkort... Oh, je wordt gesplitst. Je bent een splitsman, hè? Of je nou een bedrijf splitst of je hebt een functie splitst. Dat houdt het leven toch alleen maar interessant. Ja, ja. Maar wat neem je nou mee van de Rabobank van die periode waar we nu op afrijden? Wat was hier nou weer anders aan dan al die andere voorgaande dingen die je deed? Nou, bij een bank is er dus geen discussie over hoe belangrijk de technologiekant is. De waardering is gegroeid, maar de discussie over het belang was vanaf dag 1 eigenlijk al gevoerd. Je zit midden in het kernproces. Super interessant. Nu tegenwoordig in allerlei sectoren relevant, maar toen al echt midden in het hart van alle primaire processen. Mm-hmm. Ik heb het belang van veiligheid en stabiliteit. Wij kunnen ons niks voorloven, anders krijgen we het meteen op Twitter voor ons oren en terecht. Dus je leert ook wel omgaan met een enorme complexiteit. En ik heb ook geleerd ook hoe zo'n heel groot bedrijf toch ook innovatief gemaakt kan worden. Ja, maar dat waren ze altijd al. Dat waren ze altijd al. Rabobank was als enige bank ook een beetje omdat al die kantoren altijd zelf dingetjes deden. En het hoofdkantoor tot helemaal gek maakte van wat ze allemaal weer verzonnen. We kunnen hier gebleven, hier kun je parkeren. Gaan we hier even neerzetten? Ja, hier ga ik hem neerzetten. Even kijken hoor. Dus dat was. Dus hoe komt dat toch? Dat die Rabobank daar toch die innovatie in de DNA heeft? Dat hangt niet alleen maar van jou af. Dat zit in de corporatie inderdaad. Hè? Dus het feit dat je lokale banken hebt die zelfstandig kunnen acteren, heeft altijd enorm geholpen in het draagkracht. Je vond altijd wel een bank die leuk zegt, hey, dat vind ik interessant om te ontwikkelen. Mm-hmm. Of die een klant heeft die iets innovatiefs doet. We doen heel veel innovatie ook samen met klanten, door die lokale geworteldheid. En dat is het mooiste, dat moeten we vasthouden. Want daar zit heel veel... Was altijd wel vreemd. De Rabobank was altijd een bedrijf, als je bij de kantoren kwam, dan daar luisterde het hoofdkantoor naar, weet je wel. Terwijl de ABN die zei van, ja nou, hè, we bedenken het hier en dan moeten ze het uitvoeren. Ja. En de top, de G7 was altijd heel erg. Ja, ik ga je okay, dus jij gaat... nog even een correctie. We hebben niet eens een hoofdkantoor, want hier het mooie kantoor in Utrecht is dus faciliterend aan die lokale banken. Oh, dat noem je dus ook het hoofdkantoor. Het bestuurscentrum noemen we het. Het bestuurscentrum, ja. Terwijl wel het idee, je bent wel heel erg gedwongen door al die Europa's om meer te centraliseren. Woorden zetten de mindset, hè? Ja, oké. Okay. Hey, dus nu, je hebt energie gedaan, je hebt advies gedaan bij McKinsey, je hebt de energiesector gedaan, je hebt de banksector gedaan. What's next? Wat voor dingen denk je aan? Nou, weet je, Vincent, daar mag je ook in helpen, want er is zoveel leuks momenteel te doen naast de normale CEO-baan. Hè. Innovatie is erg hot, digitale transformatie zie je op heel veel bedrijven terug. Je ziet allerlei hele interessante nieuwe IT-projecten opkomen, nieuwe kunstmatige intelligentie, virtuality. Ja. Ik ga dat uitnemen. Ik ga gewoon eens even kijken wat er allemaal is. Maar je zou eens een keer misschien, weet je wel, maatschappelijk, er is nu heel veel aan te... Internet is nu mooi als een platform wat zeg maar alles unite. Identificatie en authentificatie, die processen die nu eigenlijk gewoon vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven moeten komen, dat je zelf kunt aanmelden, identificeren, authentificeren, dat zijn misschien maatschappelijk een keertje. Om eens een keer iets meer te doen op dat terrein. Om te zorgen dat wij gewoon veilig op het internet zijn en dat je ook gewoon kunt bewijzen wie je bent en wat je moet doen. Maar via mijn nevenfuncties heb ik daar veel aan gedaan, maar dat zou ik zeker willen blijven doen. Ik was lid van de Cybersecurity Raad, een van de eerste leden. Mm-hmm. Ik was dus als platform heel veel betrokken met discussie met de overheid en nog steeds. Mm. Want ik denk dat het mooie van het Nederlandse polderlandschap, hè, daar wordt vaak op gescholden, maar het is iets heel krachtigs waar het buitenland ook heel jaloers naar kijkt. Het feit dat overheid, bedrijfsleven en wetenschap hier zo en leveranciers zo goed samenwerken, daarmee los je problemen op. Dan kan je veiligheid oplossen. Dit moeten we samen doen. Dit is niet één bedrijf. Echt samen.
Ik ben benieuwd waar René terechtkomt. Dankjewel voor deze tijd. En ja, leuk al die nieuwe projecten die je doet. En top dat je die dingen hebt gedaan, ook met CIO-netwerk. Dus, merci. Graag gedaan. Het hoofdkantoor van de Rabobank. Oh nee, het bestuurscentrum.